Welkom bij een nieuwe video. Dit is de puzzel van Jan van Haasteren. 1500 stukjes en die heet The Farm. En hij is gemaakt door Seaco. Dat is een puzzelfabrikant in Amerika, made in the USA. En 1500 stukjes. Deze is natuurlijk ook wel verschenen in andere aantallen stukjes. Boerderijbezoek, zoals wij hem wel kennen. Maar ook binnen Seaco is hij in de Crowd Pleasers serie verschenen in 1000 stukjes. En wat kunnen we meer vertellen? Ja, de tekenaar is Jan van Haasteren. De puzzelstukjes die zijn anders van deze Seaco puzzels. Andere vormen dan wij gewend zijn. Ik vind het altijd heel leuk. En kun je bestempelen als zeldzaam? Ja, hij is gewoon lastiger te verkrijgen. Deze zul je niet heel veel in Nederland zien. Dan moet je hem toch ergens in het buitenland bestellen. En dan zit je snel op invoerkosten en invoerrechten. Dus het wordt best een prijzige gebeuren. Vandaar dat ik hem toch maar bestempel als zeldzaam. Wat kunnen we nog meer vertellen? Hier aan de zijkant. Ja, hij is nog niet geopend trouwens ook. Hier zie je hier het nummer op het stickertje 3401-22. Die staat hier ook op de zijkant. 3401-22. En hij is anders, want hij is nog niet geopend geweest. En dat kun je hier aan de zijkant ook zien. Hier moet je hem ergens open scheuren. Er zit niet een aparte opening. We hebben niet zoals bij de Jumbo puzzels een doos eigenlijk die je openmaakt. Dus je moet hier echt een stuk van de zijkant open scheuren. Hij is dus nog helemaal in de verpakking. En misschien moet ik dat wel zo laten. Ik ga kijken wat ik daarmee ga doen.